Premier De Croo en federaal minister van Energie van der Straten mogen op de betonwerf helpen met ijzervlechten. Dit vormt de basis van de indrukwekkende zogeheten caissons, grote betonnen bakken die de buitenmuren vormen van het energieeiland. Hetgeen dat we hier achter ons zien is een grote betonnen doos die straks te water wordt gelaten, die drijvend naar buiten wordt gesleept door sleepboten en die dan eigenlijk op een grindbed wordt neergezet. En zo gaan we er hier 23 maken. Die zetten we in een ring neer en daarbinnen vullen we het op. En dan hebben wij eigenlijk een energieeiland gemaakt. Alle 23 dozen worden gebouwd in de haven van Vlissingen. Pas in de zomer kunnen de eerste worden versleept en geplaatst in de Noordzee. Wij wachten inderdaad op goed weer om de gefabriceerde caissons te kunnen gaan installeren op zee. Daarvoor hebben wij een minimale golfslag nodig en weinig wind. Dan kunnen wij die op een rustige en stabiele manier gaan neerzetten op de zeebodem. Het kunstmatige energieeiland is een wereldprimeur, 24 voetbalvelden groot, vol met elektrische installaties. In 2028 moet dit een energieknooppunt zijn. Het belang is dat we 3 keer meer windmolens gaan bouwen op de Noordzee. Al die elektriciteit, genoeg voor alle Belgische huisgezinnen, moet uiteraard ook aan land komen. En dit gaat dit eiland doen. Niet alleen voor onszelf, we gaan ook connecteren met onze buurlanden, met Engeland, met Denemarken, met Noorwegen. En zo kunnen we eigenlijk groene elektriciteit naar overal sturen. Opvallend, het zijn Belgische bedrijven die dit pionierswerk mogen bouwen. Wij zijn geografisch een klein duimpje, maar qua kennis en qua expertise zijn wij een absolute reus in de wereld. En dat is dankzij het feit dat wij in ons land echt een voorloper waren in het bouwen van die windparken in de Noordzee.